Succesvol zakenman en miljonair Robert de Roos werd deze nacht dood aangetroffen in de studeerkamer van zijn landhuis. Die avond waren er 7 personen in het landhuis aanwezig. Zijn echtgenote Evelien de Roos. Zijn stiefdochter Laura van Op den Bos. Zijn stiefzoon Pieter van Op den Bos. Zijn advocaten Emma Distelmans. Zijn persoonlijk adviseur, of moet ik zeggen waarzegster, Madame Camelia. Flora Populiers, de huishoudster. En Felix Populiers, de tuin. Ik wil koste wat kost de moordenaar zo snel mogelijk vatten. Daarvoor krijg ik de hulp van mijn assistent Karel Bergmans en, dus zo hoop ik althans, beste toeschouwer, u. Oh ja, en mijn naam is Verwilgen, inspecteur Herman Verwilgen.